allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultwax, de enige echte. Ik ben samen met Joost, zoals jullie ook al in de vorige vlog hebben kunnen zien. Van gewoon Joost. En vandaag gaan we lekker gezellig naar de open dag van Feyenoord. Het is een beetje slecht weer, maar ik hoop dat het weer een beetje gaat veranderen en dat we dan een lekker zonnetje krijgen. Normaal is het altijd wel warm op de open dag. Maar het is nu een keertje een beetje, ja, het is een beetje triest, ja, het ziet er een beetje triest uit allemaal. Ondanks alles gaan we er gewoon een gezellige dag van maken en het komt helemaal goed. Zo, en we zijn inmiddels bij het Feyenoord Stadion aangekomen. Joost is terug nog steeds. En we zijn bij het Feyenoord Stadion aangekomen. En gaan we als eerst even naar de fanshop, even een nieuw t-shirtje halen. En dan gaan we daarna naar binnen. Als het goed is gaan we gelijk richting Valk. Of wou je nog even doorlopen? Wou je nog even doorlopen? Ja. Of wil je gelijk het vak op? Nou, eerst even... Ja, eerst even naar de fanshop, maar daarna. Het vak op. Ja, gelijk vak S op. We gaan op vak S zitten. Dus ik zie jullie dadelijk. Later.
organisatie van de meisjes van Borland komt tot stand via de samenwerking tussen de Sporting Feyenoord, Feyenoord Rotterdam en de Feyenoord Foundation. En alle winnaars, de topscorer, alle beide van het gemeente voetbal en de vrouwen hebben voor de vervolgens even de Yeah.
geloof ik ook nog wat te vertellen eigenlijk over dit game. Het seizoen heeft Feyenoord een kidsstem opgegeven. En ik vind het heel belangrijk dat we voor kinderen van het kidsstem hebben meegedacht over allerlei zaken. De kuit van de wedstrijd, bezoek, kinderactiviteiten, evenementen, normen en waarden. De kinderen hadden heel veel goede ideeën en namen hun taak heel erg serieus. Ik vind het echt geweldig. We zijn nu ook blij dat we ook komend seizoen bij Feyenoord weer een kidsstem hebben. Staat in de concert.
Thank you.
Wat een energie ook, hè? Om dat woord maar eens te gebruiken. Ja, absoluut. Geweldig gedaan, mannen. Een mooi verkeerd gesprek. Dit is heel erg geweldig. En graag net zo'n mooi applaus voor de medische staf van de fysieke trainer.
Feeling
een speler van de maand gekozen door de leden van het legioen. Nou, uiteindelijk heeft het ook een legioenspeler van het seizoen opgeleverd. En laten we eerst eens even gaan kijken naar het volgende filmpje, de volgende video. Kijk even mee. Natuurlijk opgevallen dat er één iemand ontbreekt die raakte gisteren geblesseerd.
en we hebben even lekker patatje gegeten en open dag is voorbij. We gaan nu weer richting Spijkenisse. Het was een leuke dag, het was een drukke dag. Ik heb nu een shirtje gekocht, tasje gekocht, alles. Het was hartstikke gezellig, we zijn even legioenzaal in geweest. En ja, het is nou echt afgelopen helaas. Tijd om weer terug te gaan naar Spijkenisse. Dus ik zie jullie dadelijk nog eventjes voor de laatste stukje. En ja, ik zeg jullie dadelijk. Zo, en we zijn weer in Spijkenisse terug. Het was hartstikke leuk de open dag. En het zit er helaas weer op. Joostje had net nog een telefoon gevonden. Die was iemand vergeten. Die hebben we nog eventjes afgeleverd op slingen. Er was iemand die had zijn telefoon op de bank laten leggen bij Wilhelminaplein. Dus die hebben we netjes teruggebracht. Dat zijn we toch ook eerlijke mensen wij, hè? We zijn echt eerlijke mensen wij. Veel te goed. Veel te goed voor deze wereld. Nou, we gaan lopen nou lekker naar huis. En dan dadelijk dan gaan we eventjes lekker een kapsalonnetje bestellen. Dus ik ga nog niet afscheid nemen. Ik denk dat het kapsalonnetje ook wel even mee pak in, ja. In de vlog. Is wel leuk altijd. Ik spreek jullie dadelijk allemaal weer. En we zijn weer terug. En ik ben inmiddels thuis en we hebben een lekker kapsalon besteld. En we zitten nu lekker aan de kapsalon. Kijk maar, lekker hoor. Oh, lekker. En ik ook. Maar goed. Jeetje, is dat wacht. Ja, ja! En hoe smaakt het kapsalon? Ja, lekker hoor. Wat zei je nou? Zal ik niet zo dicht naar mij? Mooi hè? Mooi hè? Nou, we gaan nog even een hapje eten. En dan zijn we dadelijk weer terug voor het laatste deel van deze vlog. Tot later! Zo mensen! En lekker! Ik heb nog een challenge. Weet je wat voor challenge? De knoflook challenge! Hey Joost gaat er vandoor. En abonneer ook op mijn kanaal. Alweer? Godverdomme, alweer reclame. Hey, ik... Ik zie je later. Oh Joost, we zijn vergeten om intro op de outro op te nemen. Ja jongens, het was gezellig. En doe even dat blauwe duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op dit kanaal. En ik zie je bij je volgende vlog hier op It's Ultrax. De groetjes, doei. Tjabadi, tjabada.